Iedereen heeft op televisie wel eens die wonderbaarlijke rekstokoefening gezien van Epke Zonderland. Met al die sprongen. Vorig jaar nog wereldkampioenschap. Wereldkampioenschappen in Antwerpen, goud. Ja, en dan realiseer je natuurlijk niet, als je zit te kijken, dat al die turntoestellen die op dat allerhoogste niveau worden gebruikt, dat die natuurlijk ergens en door iemand moeten worden gemaakt. Nou, dat gebeurt ook in Brabant, in Helmond, bij Jansen Fritsen. Ik vind het toch wel hoog, eigenlijk. Zo. In 1950 begonnen twee broers een heel klein fabriekje in speeltoestellen voor kinderen. En nu, ruim 60 jaar later, zijn ze uitgegroeid tot een soort hofleverancier voor alle grote internationale turntoernooien. Maar ze zijn hun oorsprong niet vergeten, want in de markt van dat gymnastiekonderwijs zijn ze nog steeds heel erg actief. Van klauterkisten voor de allerkleinste, tot complete inrichtingen van gymnastieklokalen in twee. Jacques Jansen, derde generatie eigenaar. Dit zijn de toestellen die jullie maken, hè? De brug, de rekstok, de evenwichtsbal. Is dat nou een grote markt? Want turnen is toch ook weer niet zo populair? Nou, ook in Nederland is turnen toch best een populaire sport. Meer dan 200.000 kinderen met name zoveel beoefenen de sport. Dus het hoort zeker in de top 5 van sporten in Nederland. Maar inderdaad, voor ons als bedrijf is het wel belangrijk om te exporteren. Turntoestellen worden voor het grootste gedeelte geëxporteerd. Ja. En naar hoeveel landen exporteren jullie? Nou, tussen de 80 en 100 jaarlijks. En het ene jaar zijn het wat meer kleine landen en dan zijn het weer wat grotere en heel wisselend. Maar altijd wel meer dan 80. En wat maakt jullie nou concurrerend? Want als buitenstaander zeg ik, ja, een evenwichtsbalk is een evenwichtsbalk. Nou, in het geval van een evenwichtsbalk klopt dat. Een evenwichtsbalk is inderdaad een relatief eenvoudig turnproduct. Dat geldt niet voor de andere producten waar echt heel veel meer bij komt kijken. Het gaat erom dat je de volledige serie hebt, dat je het kunt onderhouden wereldwijd en dat je een hele goede kwaliteit levert, zodat de veiligheid van al die sporters natuurlijk ook gewaarborgd kan worden. Ja. Nou spreekt topsport het meest tot de verbeelding, maar jullie doen ook andere dingen, hè? Ja, wij doen absoluut ook andere dingen. Dus we hebben de turn topsport, daarnaast hebben we turnen training. En bewegingsonderwijs is eigenlijk de kern van ons bedrijf. En daarnaast hebben wij ook een belangrijke tak in basketbal. En basketbaltorens die we dan exporteren ook over de hele wereld. En bewegingsonderwijs, vroeger noemden wij dat gymnastiek, denk ik. Dat is gymnastiek, klopt. En dan gaat het om allerlei toestellen, ook voor de allerkleinste. Hè? Ja, wij richten ons eigenlijk zeg maar vanaf onderbouw lagere school tot en met ouderen. Maar dus we beginnen vanaf een jaar of 4. Ik heb een heel leuk filmpje gezien waarbij een enorme installatie door één mevrouw, één leerkracht, helemaal in elkaar wordt gezet. Ja, klopt, is ook noodzakelijk. En met name in de onderbouw staat een juffrouw over het algemeen er echt alleen voor. De kinderen, 30 kinderen vaak in de klas. En zij wordt geacht om in een paar minuten een leuke bewegingsomgeving te creëren voor die kinderen. Dus onze spullen zijn daar wel op gericht, ja. Ik zag ook dat jullie een hele aardige inzamelactie voor verouderd gymnastiekmateriaal. Ja, dat is onze stichting Sports for Children. En wat wij daarmee doen, we hebben twee doelen. Enerzijds het promoten van meer bewegen voor kinderen in Nederland en België. En anderzijds het hergebruiken van zeg maar afgedankte sportmaterialen in Nederland. En die lappen we op met vrijwilligers en die sturen we dan naar allerlei landen. Met name in Oost-Europa, dan moet je denken Servië, Bosnië, Roemenië. Dat soort landen gaan die spullen naartoe. En dat worden straks de concurrenten van Epke Zonderland, hè? Weet wat je doet. Hè? Dat zijn al de concurrenten van Epke Zonderland, maar eigenlijk met name deze toestellen zijn voor het bewegingsonderwijs. Dus ja, het wordt meestal ingezet op scholen. Bewegingsonderwijs is niet alleen goed voor de opgroeiende jeugd, maar ook voor de ouder wordende mens. Zo moeilijk is het niet. Het is een kwestie van concentratie en vooral kracht. Oh, kijk, beheersing, daar gaat het om.